Er woedt een ontzaglijke brand in de opslagplaatsen van het Blauwhoeden en Vriezenveem aan de oostelijke handelskade te Amsterdam. Binnen enkele uren wordt het grootste koelhuis van Europa vernietigd. De brandweer spuit per minuut 35.000 liter water in de brandende gebouwen, maar de hitte is zo groot dat dit voor een deel onmiddellijk verdampt. Enorme hoeveelheden vlees, vis, vet, eieren en boter liggen hier opgeslagen, ten dele bestemd voor de export. De hitte en de rook maken het onmogelijk aan de berging ervan te beginnen, zodat tonnen voedsel verbranden. Het pakhuis Amerika gaat geheel verloren. Australië kan dankzij een brandmuur tussen beide gebouwen worden behouden. De nablussing eist nog dagen. Eerst nu kan men eraan denken de gespaard gebleven voorraden in veiligheid te brengen. 70.000 kilogram bevroren vlees uit Argentinië, dat voor een deel door de vuurvloed werd ontdooid, kan over de Amsterdamse slagers worden verdeeld voor de normale distributie. De oorzaak van de brand is nog niet bekend, zo min als het bedrag van de schade. Vast staat alleen dat het Nederlandse volk hier een ernstig verlies heeft geleden.